volgens jou? Of wat was hun probleem? Laat ik dat maar even vragen. Nou, het probleem was dat ze het graag wilden dat de wethouder toestemde in het uitvaardigen of het maken van een communicatieplan om de burger te mobiliseren. Ja. Dat was in feite de kern. Ja. En was een beetje mis in het geheel. Ik vond de boodschap heel helder, maar ik zou zelf van meteen gekomen zijn met het plan, zeg maar, het meer concretiseren. Want dan heb je de wethouder meer in je zak, want dan kan hij niet zo gauw terug over het algemeen. Want dan heb je een plan, je hebt een begroting en dit zijn de ervaringen in de gemeente Purmerend. En dan ligt, dan ligt het bij de wethouder. Maar net, hoe zat deze wethouder erin? Was dat een luisterend oor? Was hij wel genegen of toch niet? Nou, er zit natuurlijk één probleem achter. Dat is die ontzettend slechte afdeling communicatie die hij beschreef. Ja. Met ja. Vrouwen, hè? Dus er was wel, ik voelde wel instemming met, ja, we gaan daar meer om te doen. Maar dat was de drempel, dat was duidelijk, ja. Het praktische probleem ervan, dat kunnen wij niet. Misschien verschuilde hij zich daar wel. Ik vond het bijna seksistisch. Ja, discriminerend hoor. Ja. Ja, het zal ongetwijfeld zo'n praktijk zijn in een heleboel gemeenten. Vrouwen en partner. Lodewijk, of zo. De wethouder die probeerde het van zijn bordje af te schuiven. In die zin dat hij het. Hij zei: ja, je gaat maar bij de gemeenteraad of de commissie wel zijn. En dat vind ik een onjuiste afschuiving, omdat het dan van onderop, door vragen te stellen in de gemeenteraad, moet je dan bewerkstelligen dat je een communicatieplan krijgt over de kanteling. Terwijl de wethouder naar mijn idee zijn verantwoordelijkheid moet nemen en zeggen van die kanteling is heel erg belangrijk. Daar moet ik zelf iets mee doen en ik zal zorgen dat hoe dan ook, die afdeling communicatie, die zit een beetje moeilijk in elkaar op het ogenblik. Begrijp je punt. Het is denk ik, linksom of rechtsom, als je wilt, of dan nou via de raad is, via dat, ik zou zeggen, al dat communicatieplan er komt, is het meegenomen. Gerard, hadden jullie nu binnen wat je wilde of niet? We hadden denk ik niet binnen wat je wil. Door op het laatst toch nog even te praten over de tijdsduren waarbinnen een en ander verwacht wordt. Ja. En in feite duidelijk concreet werd aangegeven dat er mogelijkheden waren op het moment als je het breder trok als binnen je eigen gemeente en gebruik maakt van een kant-en-klaar plan wat er al lag, in dit geval de gemeente Purmerend, dat je daarmee dingen omzeilt als te hoge kosten, werkdruk op, et cetera. Je hebt al een soort project, een Purmerend, wat je hier kunt gebruiken. Ja. Je kunt zeggen, ik vond, daar was de wethouder, gegeven aan Jan-Peter, toch wel heel erg geïnteresseerd, opbrengsten, budget, randvoorwaarden, dat wilde hij allemaal wel geweten. Maar eigenlijk wat aan de overkant Lodewijk, die zegt van ja, daar moet het in de gemeenteraad gebracht worden, maar eigenlijk ging het al voor die tijd, Godital eigenlijk schoten van zich af, want hij was wel, nu zijn we eigenlijk zijn rol aan het bekritiseren, hij was wel welwillend, maar schoot het meteen af op een afdeling communicatie. En wat mij opviel was dat jullie bijna de problemen... vrouwen, part-time bemond. Maar dat jullie bijna de communicatieproblemen al oplossen. Waar ligt het dan aan? Is het dan, ik zou zeggen, ja, maar blijf daar ver vanaf. Dat is het punt niet. Ik had het idee dat we net nog een oplossing zochten van als we nou wat breder trekken. Maar de wethouder, hoe stond jij in deze casus? Hoe keek je er tegenaan en heb jij nu een toezegging gedaan als wethouder of hoe zit het er mee? Ik heb als wethouder dus geen toezegging gedaan. Nee. Ja, ik had iets te weinig tijd, want het college moet het eigenlijk overtrekken. Ja, natuurlijk. Stond u nu wel willend er tegenover of? Nou, ik speelde de rol inderdaad dat ik het dus niet wel willend tegenover stond. Dat ik in de praktijk gewoon een probleem zag als ik een toezegging zou doen, dat ik hem gewoon niet waar kon maken. Ja. Dus ja. Is dat de reden daarmee? Had het effect nu van hun betrekking wat breder, meer gemeentes erbij en dan iedere nou een deel iemand aanneemt en zo te doen? Was dat een oplossing of ook daar zat de deur dicht? Nou,
Nee, dat was, dat lag zo zeggen, binnen mijn perceptie van de afdeling was dat geen oplossing. Nee. Wat de oplossing was, is van buitenaf een compleet plan binnenrijden, daar een budget aanpassen, dat laat het goedkeuren. Dat was een praktische oplossing. Ja, het budget moet ook via de gemeenteraad komen. Ja, via de gemeenteraad. Ja. Nee, maar die gingen erover. Ja, maar goed, ja. Dat was eigenlijk de weg die je voorstelde en wilde. Is er toch iets, eigenlijk is er toch wel iets gezegd. Want als jullie inderdaad met een reeds gereed plan dat werkt komen en dat aangepast toegespitst op de eigen gemeente, dan, dus er zit een halve toezegging, zat er wel in. Ik wil niet zeggen dat ze dit bereikt hebben, dat vind ik niet. Ja. Nee, maar goed, dat komt vanuit zeg maar een vastgesteld beleid, de kanteling is vastgesteld beleid. Ja. En de gemeenteraad die gaat daarover of het beleid wordt uitgevoerd naar behoeve dat zeg maar is vastgesteld. Ja. En dat blijkt dat het niet kan. En met een klein eenmalig budget dat het wel kan, is het aan hun om daar uiteindelijk het fiat op te regelen. Dan is eigenlijk de weg die hij aangaf, dat eigenlijk ook via de ambtelijke weg wel kunnen lopen, denk ik. Ja, je kunt het over de tijd hebben, die communicatie heeft ook met prioriteit te maken. Als je het aanstuurt vanuit zeg maar, de organisatiekanteling en dit is een belangrijk punt, dit moet eruit dan. Moeten de dames ergens de tijd vrijmaken in hun agenda om het toch voor elkaar te krijgen? Dus dat. Maar hij gaf wel, denk ik, hij zette de deur wel open. Via deze weg. Als je een debat voorstelt, zijn er bij een goed debat altijd drie partijen aanwezig. Veel mensen denken maar twee, maar je hebt er drie nodig. Je hebt een voorstander nodig, je hebt een tegenstander nodig en een derde partij die beslist. Nou, heel vaak is, vindt de een wat, gaat de andere tegenin. En die moet beslissen. Nou, dat zie je goed bij een rechtbank. Advocaat één partij, advocaat andere partij, de rechter die beslist. In de gemeente loopt het iets anders, dan zou het ongeveer zo moeten lopen. Voor, dat kunnen zijn fracties in de raad, het college, ambtenaren, andere individuen. Maar goed, die koken beleid voor. Dit en dit vinden wij een goed idee. Tegen, het kan bij een motie zijn, iets van, er moet iets veranderen of een kleine aanpassing in het voorstel. Fracties, andere fracties, maar bijvoorbeeld het college dat er tegen is. Of die zeggen, nou, wat moeten we niet doen, want het gaat ons veel meer werk opleveren. Of het gaat dwars door het hele systeem dat we opgebouwd hebben. Degene die echter de beslissing neemt, dat heeft met hoe de gemeentes werken, dat is de raad. Die neemt uiteindelijk die beslissing. Dan zie je college, de wethouder en burgemeester staan daar niet tussen. Die hebben geen stemrecht daarin. Het zijn wel zwaarwegende figuren als die iets adviseren of wat dan ook. Dan maakt het wel indruk. En daarom zei ik, stuur je naar de raad. Spreek daarin eerst in de commissie, spreek altijd in de commissie, dat heeft veel meer effect dan in de raad. Soms heet het rond de tafel, dan heet het weer open avond. Ze hebben zat van die namen, maar laat daar horen wat je vindt. Maar toen, deze pers, formeel is dat geen beslisser. Maar als er een stukje in de lokale krant heeft gestaan over het niet toegankelijk is van de winkelstraat omdat je valt over de fietsen, met een blinde stok het ondoenlijk is, et cetera. Maakt het vaak wel in één keer de prioriteit in de politiek een stuk hoger. Dus als je een opzetje met de krant kunt doen, is dat zeker effect. Burgers, achterban, we hebben het eigenlijk allemaal al gezegd. Dit gaat eigenlijk een beetje voorbij aan wat wij zien als onze positie. Daar zijn we ook een beetje zuinig op. Omdat het eerder natuurlijk heel erg misgegaan is in Woerden. Wij praten vooral met het college. En het college bepaalt of het extra budget moet vragen van de raad. Omdat zij vindt dat wij inderdaad gelijk hebben dat een beleid niet goed kan worden uitgevoerd, want het gaat over het uitvoeren van beleid, niet goed kan worden uitgevoerd als dat onderdeel er niet is. Als daar geen budget voor is. Wij zitten dus wel bij de commissievergadering, maar wij spreken niet in, omdat wij, en ik zei het al, ons wat apolitieker opstellen. Belangenbehartigende verenigingen moedigen wij aan om in te spreken en we doen het zelf niet. Dat heeft een beetje jullie lokale. Ik zou bijna zeggen, dat heeft jullie lokale setting wat te maken. Waarschijnlijk wel de staat uit het verleden, et cetera. Wat jullie doen eigenlijk is gebruiken min of meer de belangenpartij om dit te doen. Jullie lijken er wat boven te staan. Maar je ziet er veel wermoraren worstelen met. Wij doen alleen maar zaken met het college, lezen de wethouders. En niet met de raad, daar blijven we ver vandaan. Soms is het linksom of rechtsom om daar ook nog een keer in te steken of het daar ook te doen. Ik denk door een keer in te spreken in de commissie kun je volgens mij nog tamelijk apolitiek blijven. Dat nogmaals voor anders als je alleen maar bij één partij de deur hebt platgelopen en de andere niet. Dus
Soms is het ook zo dat een WMO-raad adviseert niet aan het college, maar aan de raad. Ja, dat doe ik en ook. Dan heb je een andere beslissingsroute. Dat leer ik ook maar in Assen. Dat, bij veruit de meeste is het college. Ja. Dan zijn ook bij waar het aan de raad speelt. Ja. En dan is het wel iets ja. anders. Ja, en dan zou het weer wel kunnen. Ja. Maar het geeft aan, dat het werkt, maar houden inderdaad die lokale dingen aan. Wat is, maar weet al dat het weg is. Ik zou je bijna adviseren, mocht het vastlopen hier op het college, dan zou ik het zeker via de raad. Alles uit de kast krijgen gewoon. Ja, de pers en de achterkant. Ja, de hele Lidl, zoveel mogelijk mensen daar mee. Jan Troost haalde wel eens het voorbeeld aan, dat was iets over, dat had met blinden te maken, dat in de Tweede Kamer, en vervolgens zaten daar een heleboel mensen met hun blinde geleidehond op de tribune daarmee. Ja. Ook dat maakt eigenlijk het simpel design, maakt al een enorme indruk. Ik heb zelf een keer toen gezien, was een inspreker die was blind. En die ging spreken voor de raad. En dan zie je, er zitten wel eens wat raadsleden wat te slapen. Sommigen doen hun envelop nog open met de stukken die erin zitten. Want dat moet ik voor vandaag ook alweer doorlezen. Maar dan zaten ze toch allemaal wel recht. En dat raakt mensen dan wel. Dus dat kan zeker helpen. We gaan door. De mensen die zitten te popelen om hun casus naar voren te brengen. En ze hebben er zin in. Jullie krijgen wel, in verband met de tijd, 8 minuten.